meer eigenlijk, omdat ik ja, ook vind dat in deze lage landen nog iets van christelijk geloof, evangelie voorleven moet mogelijk zijn. En in deze ja, geseculariseerde samenleving zijn wij, ik zeg wij even, gemarginaliseerd. En dat is natuurlijk het understatement van de dag. We stellen, ja, ik zou bijna zeggen, niets meer voor. Ja, ik heb soms de indruk dat we deels imploderen. Dat we nu denken, het is al erg, maar ja, volgens mij wordt het nog veel erger. Ja, erger tussen aanhalingstekens, maar het, de realiteitsgebied zeggen, nou, er blijft niet veel meer over. Het blijft, maar heel klein. Toen in 1853 de katholieken weer de straat op mochten en niet meer in tuinen hun processies hoefden te houden, maar de straat op mochten, ja, toen is er een enorme boost ontstaan. Het aantal religieuzen, in alle landen kabbelt dat op een aantal, en in Nederland ging het enorm omhoog. En daardoor kun je dus ook flink omlaag gaan, dat is natuurlijk altijd zo. Dus ja, uiteindelijk zie ik het aantal religieuze, maar dat is gewoon kaski, cijfers, zie ik natuurlijk dalen naar enkele honderden. Ik noem daar geen getal bij, een jaartal, dat is altijd tricky, maar er zijn nu nog 4500 religieuze. En elk jaar overlijden er een paar honderd. Dus ja, je kunt op een bierveeltje uitrekenen en er komen er niet zoveel bij per jaar. Ik ben geen religieus. Ik heb wel heel veel met religieuzen, maar ik heb nooit één seconde roeping gehad. Maar ik vind wel dat ze er moeten zijn. Mensen die roeping hebben en houden. Dus ja, ik heb er alles aan gedaan de afgelopen jaren om duidelijk te maken dat religieuzen nog actief zijn in de samenleving. Kerk en samenleving. Maar het zijn vooral heel veel maatschappelijke projecten die toch op een manier nu ja, gefinancierd worden, waardoor ook anderen meedoen. Dat heeft ook een soort hefboomfunctie. Want wij doen niks alleen. Want de meeste religieuzen leven niet in armoede. Ik kan bijna zeggen, geen enkele religieus leeft in armoede. In deze lage landen in ieder geval. Maar die armoede is natuurlijk weer overdrachtelijk gezien. En in die zin dat met name het geld dat men heeft, de middelen, de financiële middelen, door allerlei situaties ontstaan, heeft dat natuurlijk wel toegeleid dat men maatschappelijk betrokken kan zijn en blijven. Geld is dus een belangrijke factor en daardoor kunnen ze dus ook een rol in de maatschappij spelen die, ondanks hun hoge leeftijd, van dik in de 80, toch nog op die manier kan worden gerealiseerd. En allerlei mensen helpen die zij anders zelf zouden helpen als ze nog jong en dartel zouden zijn. Ja, je hebt rijke en, net zoals in de maatschappij, rijke en armere congregaties, of religieuze instituten zoals ze die gezamenlijk noemen. Met name, tenminste een deel van de religieuze instituten die de actieve vrouwelijke religieuze vormen, en dat is het grootste deel van de achterban van de KNR, driekwart, die hebben vaak middelen omdat zij kloostergebouwen hebben verkocht in het verleden, tientallen, ja honderden kan ik eigenlijk zeggen. En vooral voor 2008 was dat lucratief, daarna is het een beetje moeilijker geworden, maar trekt weer wat aan. Natuurlijk door het feit dat men AOW-inkomsten heeft. En met die gemiddelde leeftijd heeft iedereen AOW, dus daar komt wel wat binnen bij een voordeur. En dan is natuurlijk ook nog de pensioenen, die mensen worden 80, worden 90, 95, 100. Burgemeesters moeten regelmatig kloosters bezoeken vanwege 100-jarigen. En die pensioenen, ja, dat gaat maar door en door. En dat betekent, en die worden niet individueel uitgegeven, dus daar kan een kapitaal ontstaan. En dat wil men delen met anderen. Dus enerzijds ook in de ordensolidariteit, dus naar het zuiden toe, hè, waar stichtingen zijn gedaan, Nederlands Indië, Indonesië, Afrika, waar aanwas is, nog wel zeg ik, aanwas, maar ook dat denk ik zal gaan veranderen. Dus daar wordt veel geld in gestoken. Men heeft natuurlijk ook heel veel ook aan de zorgplicht is men kwijt, hè. Zorg en wonen worden uit elkaar gehaald en kosten per saldo veel meer. Dus daar moet men ook voor reserveren. Ja, de gebouwen nu leveren in de verkoop niet zoveel op als ze op de balans staan. Want het zijn vaak gebouwen die ja, voor een gering bedrag worden verkocht, maar waarvoor een enorme investering nodig is om die weer te gaan hergebruiken.
En ja, seksueel misbruik, ik zal één keer het woord noemen. Ik heb er gelukkig in al die jaren niet mee te maken gehad. Andere collega's op kantoor wel, dat moet ik wel in eerlijkheid zeggen. Die hebben soms misschien wel 80% van hun tijd aan moeten besteden. Maar dat heeft natuurlijk ook financiële gaten geslagen in de begroting. Maar goed, daarnaast heeft men toch al jaren geleden besloten om via solidariteitscommissies financiële stromen naar de maatschappij te sturen. En ja, dat is eigenlijk heel mooi en een goede manier om als uithangbord naar buiten te laten zien. We zijn er nog en we ondersteunen jullie.